Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken. Ik ga jullie vandaag een paar oefeningen laten zien die ik zoal moet doen. Zoals je ziet, sling heb ik om nu, omdat ik aan het lopen ben. Ik mag hem nu wel af en toe al een beetje afdoen, zodat de arm kan wennen aan het hangen. Nou, we beginnen eigenlijk bij de makkelijkste oefening. Die ga ik jullie laten zien, dus let goed op. Dit kan bij een tafel, ik sta nu bij een boom, maar ik ben nu in een bos. Dus we gaan ons even uitleven. Wat doen we? We gaan de arm rustig laten hangen en we gaan met de zwaartekracht mee rustig rondjes laten slingeren. Dat doe je ongeveer 30 seconden en dat mag je 4 keer herhalen. En dat mag je ongeveer een keer of 5 op een dag herhalen. Dit is om te voorkomen dat die arm gaat vastzitten en dat is heel belangrijk in het herstel. Je wil eigenlijk alles eraan doen om te voorkomen dat die schouder gaat vastzitten. Doe gewoon wat jij kan en ga niet verder als je pijn grenst, want dan ga je door de pijn heen en dat is niet goed. Nou, en als je wat verder kan, probeer je hem gewoon wat groter te maken, de cirkel. En daarmee vergroot je ook de mobiliteit van je arm. Nou, wat ik nu doe is gewoon eigenlijk een stukje wandelen. Daarbij laat ik mijn schouders gewoon laag, zodat die schouders echt ontspannen en mijn arm gewoon los kan bungelen. En kan wennen aan het feit dat die gewoon straks weer naast mijn lijf moet hangen en weer een beetje kracht kan komen. Oké, jongens, roer in de pan. Wat gaan we doen? Zorg dat je rechte rug hebt, zorg dat je schouders laag zijn en we gaan roeren. Nou, dit is voor je rotatie van de schouder. Doe wat voor jou prettig is. Ga niet de grote cirkels maken als het pijnlijk is. Blijf dan dicht bij je. En je kan ook een keer de andere kant op bewegen. En kijk gewoon wat voor jou mogelijk is. Nou, wat we nu gaan doen is bidden. Je zorgt dat je met je linkerarm je rechterarm vastpakt. En dat is je geopereerde arm, dus die kan nog niks zelf, je kan nog niet liften zelf, dus die moet ondersteund worden. Dat doe je dus met je linkerarm. Laat hem rustig omhoog komen, tot waar je kan. Ik kom niet verder als zo, dus ik doe hem daarna weer rustig terug naar beneden. Dit herhaal je 15 keer. En dat doe je een keer 's ochtends en een keer 's avonds, dus meer dan zat.